deur, want zij geeft hier tegen. Ja. Gaat die bonken maar een beetje dood, maar god, dat weet ik niet. Maar ja, toch had het ook een rot gehoor. En ik ben uit, dus dat ging natuurlijk niet meer. En dat doet hij de hele dag? Of, Nee, s'nachts. Alleen s'nachts? Nee, overdag is hij stil. S'nachts gaat hij beginnen als hij natuurlijk brem op heeft. Brem? Ja, bier dan, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja. En als hij zo tekeer gaat, wat doet u dan? Nou, dan bellen we de politie. Dan belt u de politie? Ja, en dan kwam de politie weer. De laatste keer waren er nog 6 geweest. Nou, dan wordt hij meegenomen, dan ging hij zo tekeer, dus de politie nam hem mee. Maar ja, ik zeg het, daar is morgen werd hij natuurlijk weer losgelaten. Ik heb nooit zoiets meegemaakt als hier aan deze straat. Van daarvoor kwam ik al hier te wonen, we hebben ze over mij gepraat. Van daarvoor dat ik hier kom wonen, ja. Daarnaast komt er mooi hier te wonen. Oh ja? Ja, dat was ik. Ik weet alles hier, ze hebben me alles verteld. Dus ze hebben al over u geroddeld voordat u hier was? Ja, juist. Hoe kwam dat? Ja, hoe komt dat? Ja, dat weet ik. Mensen hebben niks anders te doen dan kwijken over de anderen. Ik lag net voor de bouwvakantie lag ik van een rustkuur op bed vanwege rugklachten. En toen had ik 8 dagen achter de rug. Ik moest nog 2 dagen liggen. En toen is hij zo ontzettend, s'nachts om 4 uur was dat, is hij bezig geweest. Toen wilde hij zijn gras, wat ongeveer 1 meter hoog staat, dat wilde hij met de hand gaan maaien. Maar dat lukt natuurlijk niemand, dus ook hem niet. En daar werd hij boos om. En toen is hij met een ouderwetse ijzeren vuilnisbak is die gaan rollen en aan het gooien geweest in de tuin. En toen werd het op een gegeven moment zo zat, dat toen ben ik mijn bed uitgegaan. Ondanks dat ik het niet mocht. En hij noemt mijn vrouw Tieneke. Hoe die erbij komt, weet ik niet. Maar hij noemt ze Tieneke. En ik gooide een emmer heet water over hem heen. En toen dacht ik dat hij kwaad zou worden. Maar het tegendeel was waar, want hij riep naar boven. Tieneke, gewoon nog een emmertje water en ik vind het zo lekker. Dus toen heb ik nog een emmer heet water over me heen gegooid. Maar kokend heet water? Kokend heet water. Zo heet als dat ik het uit de kaan kon krijgen, is het over me heen gegaan. Maar daar trekt hij eigenlijk allemaal niks van aan. Nou, is dat nou zo hard zo? Nee. Staat hij nu op zijn hart? Nou, ik in Haarlem zit ook. Is hij op zijn hart? Zo zit ik altijd. Er is al 4 keer een radio met cassettespeler van hem in beslag genomen. En het enige bandje wat of die draait. Er staat een plaatje op van, oh was ik maar dood, ik zou je niet kunnen vertellen wie of het zingt. En ik vind hem zelf ook niet zo heel erg mooi. Maar iedere keer, als we muziekoverlast hebben van hem, dan hoor je onder andere dat plaatje. Dus ik weet niet of hij een hele stapel van diezelfde bandjes hebt, maar iedere keer horen we dat plaatje. Oh was ik maar dood. Oh was ik maar dood. Kunt u het zingen? Nee, gelukkig niet. Was ik maar dood, die ik lief heb, die krijg ik toch nooit. Dat is hem. Heeft u wel eens met hem gepraat? Nee, gelukkig daar kom ik doorheen, daar krijg je geen kans voor. Denk maar niet dat u daar binnenkomt hoor, want dan doet de heuse deur niet open. Want er is nog geen eens deur open voor de politie. Maar ja, die politie is makkelijk, dus die brak die deur natuurlijk open. Die gaan er toch naar binnen. Mogen wij het huis zien? Nou ja, dan kijkt u maar. Hier is de slaapkamer. U heeft veel schilderijen aan de muur, hè? Ja, schilderijtje. Toen hij hier pas woonde, toen was het bij wijze van spreken iedere avond bal. En dan ging ik gewoon om 10:30 s'avonds ging ik bij hem bellen. En dan op een gegeven moment reageerde hij dan op de bel en dan begon hij altijd van en ben je boos op mijn buurman en dan zei ik gewoon nee, maar je moet nou wel je radio uit doen, want ik wil naar mijn bed. En dan deed hij over het algemeen, deed hij dan zijn radio wel uit. Maar op een gegeven moment, ja, of hij toen zo dronken was of dat hij bij zijn eigen dacht van nou wat heb ik met je te maken. Toen kwam hij met een mes naar buiten en toen ben ik naar binnen gegaan en vanaf die tijd bel ik eigenlijk de politie. Als je hem al naam hebt,
op je hart speelt of zaagt, maar ze horen muziek. Ze gunnen mij niet dat ik een stuk muziek op de televisie heb. Ja. Oh, dan wordt er gekwekt van de ene kant, van de andere kant gekwekt. Dit en dat. Oh, ik wil er niet over praten, meneer, het is verschrikkelijk. Ja? Wordt er gekwekt? Ja, altijd over mij. Ja? Daar komt Jan. Of dan ga ik de deur aan, kijken ze me uit of ik dronken kom. Als ik drinken was, was je weer, maar ik ben nooit dronken geweest. Maar het wordt zo gezegd, weet je wel. Ze kunnen niet dat ik een glaasje bier drink of zo. Moet ik de hele dag beter zo. Wachten voor de dood. Het is verschrikkelijk. Ik heb er nog nooit alleen een vrouw binnen gezien. Er is een vrouw, maar die zegt niet veel. Ja, een rubberen vrouw heeft hij binnen. Maar voor de rest, dan heeft hij niks meer. Is er rubbermatje toch nog? Ja, ik noem het maar. Een rubbermatje? Ja, een rubbermatje, een poppetje. Ja. Huh? Nou, dan noem ik een rubbermatje. Maar heeft iemand dat wel eens gezien? Het rubbermatje? Ik heb het nog nooit gezien. Nee, want als ik dat zie, dan, dan leg ik plat wat lachen. Heb jij die ook? Nee, ik heb hem nooit gezien. Oh, hij heeft hem gehoord. Hij, ja. Hij hoort wel dat hij ermee bezig is. En hij heeft zelf verteld tegen een van de buren dat hij die al gekocht. Ja, volgens mij, als je zoveel drank op hebt, kun je volgens mij niet meer op je pop kruipen, of wel? Ja, ik weet het niet, ben geen man. Ja, nee, kom je daar dan bij? Hij toch niet. Een man heeft toch gevoelens als ze gedronken hebben, dan willen ze toch wat, dat is dan normaal. Ja, nou. Toch eens gaan drinken. Dat is precies hetzelfde. Ze zijn nog erg. We dwalen wel erg op. Het duurt wel lang. Ja. Ja, we dwalen nu echt af. Maar het is wel waar. Oh, was ik maar dood. Die ik lief heb, die krijg ik toch nooit. Is hij nou al dronken? Ja, ik denk het wel. Ja? Die krijg ik toch nooit. Die ik lief heb, die krijg ik toch nooit. Zolang ik hier woon, heb ik zo een boek kunnen lezen. Nee. Dat is niet mogelijk. Nee. Altijd met tv of radio aan. Ja, maar dat maakt een hoop lawaai. Ja, maar dat is toch heel wat anders als dat jij een bepaalde geluidsfrequentie hebt. Dat je echt zeer doet aan je oren. Ik ben er echt ziek van geweest. Ziek? Ja, ik had dan zo, werd ik wakker. Ik was gewoon dan in slaap gevallen. Ja, ook naar... En dan werd ik wakker en dan zei ik, oh vreemd, ik heb zo'n pijn in mijn oren. En dan was dat die vreselijke bromtoon. Nou, dan kwam je niet meer in slaap. Ik ben er ook voor naar mijn huisarts geweest. En toen heb ik ook dopjes in mijn oren gedaan. En toen zei ik, dokter, hoe kan dat nou? Ik hoor het nog. Hij zei, ja, maar je hoort niet alleen met je oren, maar met je neus, met je poriën, met je mond, alles. De bovenburen zijn heel rare mensen. Iedereen, over iedereen hebben ze klachten ingediend. Ook over de benzinestation aan de overkant. Over wat? Over de benzinepomp daar aan de overkant. Oh, waar? Daar? Daar aan de overkant hebben ze ook klachten ingediend. Oh, daar? Ja, 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 ik zie het. Dus deze mensen zijn heel bekend in deze buurt. Dus iedereen kent ze. En over een kleine dingetje gaan ze gelijk klachten indienen. Dus ze doen overal moeilijk mee, zeg maar. Hoe lang woont u hier al? 6 jaar. En hoe lang heeft u al overlast? Nou, dat is zeg maar 6 jaar. Ja, ja. Maar dus, dus normaal leggen we dus naar de muur toe. Ja, dat kan niet, kan nog steeds. Dan kan je helemaal niet slapen. Nu hebben we het bed een beetje gedraaid. En zijn we zo gaan liggen. Zo liggen we al, nou ja. Ah, ja. En het is ook zo,
als maar u staat niet helemaal. Als u zo ligt, hoort u het minder? Minder, ja. Ja, want dit is de muur, hè? Daar komen die gevolgen doorheen. Het zijn allemaal geluidsgolven ja, die, want... die verzamelen naar een bepaald punt toe. Maar zo te licht is geen kant. Nee. Allemaal mogelijk, nee. En ook, ook een deur zomers hoeven we ook niet open te zetten. Nee, dan staan er buiten weer allerlei toestanden te draaien. Okay. Als we deze openstaande deur openzetten, dan, ja. Dan horen we weer het geluid van de afzuiging. Kan je dat niet zien, van de afzuiging? Ja, die zit op haar zijkant. Die zit op haar zijkant. Maar die zit dus hier aan de buitengever. Om in een tijd. Dat geluid wordt versterkt eigenlijk door die trillingen. Je hoort het misschien zelf al. Het is alleen zo, als er overdag verkeer is, dan is het minder. Maar s'nachts, als er geen verkeer is, dan hoor je enkel maar dat gefluit eigenlijk van die afzuiger en van de compressor die er onder de afdak staat. Nee. Ja, maar even maken. Hoi. Ja, u zegt dat uw buren een beetje lastige mensen zijn, hè? Nou, volgens mij wel, ja. Ja. Heeft u nou wel eens een beetje geprobeerd om ze te plagen? Nee, nooit. Heeft u nooit opzettelijk gedaan? Nee, niet. Ik heb nooit geprobeerd om ze te plagen, nee, nooit. Nee. Dat vind ik gewoon niet nodig. Want ik ben van plan om jaren hier te zitten, dus ik zou niet echt de buren gaan plagen, dat is niet nodig. En wat ik dan niet begrijp, dat hun alles maar kunnen doen. Je komt van de camping terug en dan staat er ineens een terras voor je neus. Afschuwelijk ding vind ik het. Wij zitten er wel graag voor het raam, zitten we eens koffie te drinken. Zit je tegen zo'n afschuwelijk ding aan te kijken? Waarvoor geen overleg met de bewoners? Moet u luisteren, wij willen een terras aanleggen. En hoe denkt u daarover? En dat we zeggen, nou ja, als u nou een paar leuke bakken met planten, wat kost dat nou helemaal? Een paar plantenbakken, een paar coniferen, heb je een leuke afscheiding. Maar zitten wij ook nog tegen iets leuks aan te kijken? Nou, tegen zo'n afschuwelijk ding wat voor je neus staat. En met reclame van Palmol, terwijl ik helemaal anti-rookster ben. Dan word ik gedwongen om tegenaan te kijken. En dat mag allemaal wel. Ze mogen zo vlaggen voor je raam hangen. Als je dan de politie opbelt, ja, maar hij mag zijn gevel, hij mag hangen wat hij wil. Ik zeg, oh ja, maar het is wel voor mijn raam. Ik kon nou niet meer naar buiten kijken, want die raam, die vlog die. Als de wind erop stond hij voor mijn raam te wappen, had ik totaal geen uitzicht meer. Goed, dat is in overleg met de eigenaar. Heeft hij die vlag verplaatst? Maar dat de mensen daar dan zelf niet aan denken. Ze doen gewoon maar. De witte kast. Daaronder staat een motor van de toonbank. De koeling. Van de koeling, ja. Ja, ja. Dus binnen zit geen motor meer? Nee, dat heeft altijd binnen gestaan. En voor onze buren was het geluid ook hoorbaar boven. Dus ik heb hem buiten laten zitten, zodat er geen geluid meer naar boven kan. Ja, ja. De geluid ging volgens de gemeente en volgens de buren door de trillingen naar boven toe. Ja, ja. En hij staat nu buiten en hij staat helemaal los van de muur. Ik denk dat er geen geluid meer naar boven kan. Dat is de softtestmachine, dat zijn de rubbers wat eronder gebracht zijn. Ja, ja. Wat voor materiaal zijn die gemaakt? Die zijn speciaal geluiddempers, zeg maar. Ja, ja. Ik heb zelfs twee rubbers onder gezet hoor. En dunne, wat hieronder zit. En daaronder zit weer een rubber. Dus dikkere rubbers, zodat er helemaal geen geluid meer naar boven kan gaan. Ja, ja. Dus u heeft alles gedaan wat u kon doen? Ja, toch. Als ze mij buiten zien, groeten ze mij niet. Ik weet niet wat ik ze gedaan heb. Ik heb alleen maar hun probleem opgelost. Ja. Toch ben ik een slechte buurman bij u, zeg maar. Ja, mevrouw vond het heerlijk om hier met dat mooie uitzicht en alles. Ik helemaal niet weg hier. Wat zegt u? Het liefst ga ik helemaal niet weg hier, maar ja, wat moet je? Zijn gezondheid. Ik kan nog wel eens relativeren. Ik ben sinds kort... ben ik op orgelles, wat ik al heel graag wilde. En ik kan dat nog wel eens even kwijt in dat orgeltje. Ik bedoel dat ik het even los kan laten. Maar ja, zo kom je weer thuis. En dan beginnen de brieven alweer van de raadscommissie en van dit en van dat.
Dus je bent er nog steeds mee bezig. Je komt er niet vanaf. Heb u nooit overwogen om de buurman ook maar eens te gaan pesten? Weet u dat de politie dat ons gezegd heeft? Is het waar? Ja, dat is waar. De vrouw. En dat waren geen kleine functionarissen hoor. Ze zei de politie, goh mevrouw, hij zei, heb je wel eens overwogen om eigen rechter te spelen? Ja, we zijn het wel eens in staat. Ik heb steeds hem ervan weerhouden hoor. Maar ja. Ik ben toch ene keer dat ik dacht, nou pak ik een hakbil en dan ga ik naar beneden, nou sla ik alles kort en klein. Echt waar. Ze brengen je er toe hoor, echt waar. En als ze die vorige eigenaar die zo'n terreur op ons uit heeft geoefend, die nu in Friesland zit, die eerste. Als die voor mijn neus wordt doodgeschoten, nou dan stap ik er zo overheen. En dat had ik van mezelf nooit verwacht hoor. Echt niet. Want ik vind alles erg en alles naar wat er met mensen gebeurt, maar ik stap zo over hem heen. Echt waar. Want zo brengen ze je, ze brengen je daartoe hoor. Horen we nu iets? Nee, nu niet. Ik kan beter die klok stilzetten. Even. Hij is nu afgeslagen. Hij is nu afgeslagen. Wie is hij? In softijs. Machine. Oh, ja. Nou, ik hoor een constante dreun hoor, van beneden. Maar goed, als ik hier zit. Constante bom. Nou niet van hoor ik het nou wel of hoor ik het niet? Zo? Ja. Als ik het niet hoor, hoor ik het niet. Ja, maar dat je af en toe twijfelt. Hoor ik het nu? Nou, ik ga niet speciaal liggen luisteren, dan hoor ik het niet. Maar het is er dan gewoon. Zelf heb ik, als ik hier zo sta, heb ik het wel van hoor ik het nou wel of hoor ik het niet? Ik had liever dat u het wel hoorde. Dat is ja. Van, ja. Ja, dat is maar net waar je staat of ligt natuurlijk. Ja. U hoort het nu wel? Ik hoor het nu wel, ja. Nee, ik hoor het dus daar vandaan. En hij is fabriek daar vandaan komen. Maar als je daar op één plek legt in je bed, ja, dan draai je wel eens om. Dan denk je het wordt minder. Maar dat is juist ook het gekke. Als je staat, dan is het ook minder. Als je staat, als ik van de bank van mijn stoel af en ik die constante dreun en ik ga staan, is het minder. Maar zodra ga je weer zitten, en dat is hier ook, als jij gaat staan en lopen, dan kan ik wel de hele nacht gaan lopen. Ja, dat doe ik ook wel. Als het me te erg wordt, dan ga ik ook lopen. Want dan is het toch minder. Maar zodra ga jij met je hoofd op je kussen, nou dan is het bzzz. Wat je dan beneden hoort, dat hoor je door de vloer heen naar boven op de hele golf. En dat is een bepaalde frequentie, want ik heb 1000 keer een auto voorbij horen gaan. Zullen we de microfoon even op het kussen leggen? Probeer het maar. Ja, en ook al is het geluid, moet je het opmeten? Nou, meten kunnen we het niet, maar... Ja. Is op allebei de kussens hetzelfde. Nou, ja. Nee, we wisten. Ik zeg, mag ik op jouw plekje leggen? Is het daar minder? Je zit, ja, ik weet het niet.